In 2010, 2011 is er een onderzoek gedaan naar het onderhoud van de toren en de hele kerk. Daaruit is een onderhoudsplan opgesteld, waarbij gesteld is dat er in 5-6 jaar onderhoud aan de toren moest gebeuren. In de loop der jaren is er nader onderzoek gedaan. 2015 is gebleken dat alleen maar onderhoud, plaatselijk onderhoud, dat niet verantwoord is en dat er veel meer aan de hand was met de toren. Ernstige scheurvorming en vroeg werk slecht. Dus toen is er in 2015, 2016 is het plan aangepast. En in begin 2017 is de beslissing genomen om de hele toren, alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn, om die aan te pakken. En dat hebben we kunnen doen omdat wij in januari, februari ook van de provincie subsidie hebben gekregen om alle noodzakelijke werkzaamheden aan te pakken. Hier kunt u zien dat een medewerker van Vermeeld Restaurateurs de nieuwe smeerlaag aan het patineren is. Dat is het aanbrengen van een laag waarbij de weersinvloeden minimaal zijn. Dus is eigenlijk dat er minder vocht in de afsmeerlaag komt dan, en waardoor het niet door vorst kan kapotvriezen. Die pinakels zijn dus nu heel beperkt gerestaureerd. Alleen de bovenpunten zijn er waarschijnlijk 50, 60 jaar geleden opnieuw opgezet. Een kenner kan het zien dat dat niet helemaal haarscherp is. Van beneden is het niet te zien, maar het gaat om de kwaliteit. En ja, wij weten wat de overgang geweest is. Dus er zijn de bovenste punten van de pinakels, die zijn er waarschijnlijk net na de oorlog helemaal afgeweest en opnieuw aangebracht. En daar zat het extreme kleurverschil in en we hebben nog wat gerepareerd en opnieuw in de keimverf gezet. We staan hier weer bij de galmgatopeningen bij de klokken. Het is een open ruimte. De bedoeling is dus als de klokken luiden, dat het geluid uiteraard over het hele dorp gaat. Dat mensen horen met een begrafenis, met een trouwerij. Aanvang van de kerkdienst worden de klokken geluid. Het geluid moet door de openingen gaat naar buiten. En de borden, we noemen dat de galmgatborden of luiken, die dienen ervoor dat de regen niet de vrije ingang tot de klokken hebben. Het is wel half open, dus met storm komt er wel regen binnen. Maar het is toch een bescherming van de klokken.